Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zo Hip en Lokaal Modecafé in Warmehuizen, Boutique Optiek Mooie Ogen in Schagen en Kapsalon Zoes in Tuitjehorn en Schagen. Zijn we weer met aflevering 3 van serie 2 van Zo Mooi met de nieuwste herfst- en wintertrends voor dit seizoen. We hebben straks weer een hele spannende metamorfose met een hele dappere metamorfose kandidaat. En we laten nu de trend zien aan de hand van weer mooie modellen. Dus pakken, ook voor de winter, maar ook echt voor aankomend voorjaar en de zomer ook nog steeds pakken. Bij deze sterke looks, outfits hebben wij ook weer gekozen voor leuk bij passend haar. Er zit een mooie blonde weef in en het najaar is ook wel, we willen gezond haar, we willen veel glans op het haar. Bij Meloes hebben we gekozen voor net wat meer textuur erin. Dus het toont ook echt lekker veel fit. Ja, weer helemaal leuk. Wat je nu ook veel ziet, zijn combinaties van kunststoffen en metaal. En dat geeft eigenlijk wel de kracht van een kunststofbril, maar ook het verfijnen van metaal. En de brillen zijn hoog tegenwoordig, ze zijn niet meer plat en recht. En dat is eigenlijk wel heel leuk, want dat maakt je blik heel open en daardoor kan je je mooie ogen natuurlijk veel beter zien. Ik ben Anneke Keetman, ben 59 jaar, kom uit Zijdewind. En ik doe mee met deze metamorfose omdat ik 59 ben, oma ben en het tijd vind om mijn andere stijl, denk ik, voor oma of zoiets. Ik weet niet precies, maar... En ik vind het spannend, ik vind het een uitdaging en ik zie wel wat er allemaal op me afkomt. Mijn eigen stijl is, ja, een beetje makkelijk. Ik hou van makkelijk, hup. Kleding aan en niet te veel tuttelen. Zwart, rood vind ik ook een hele mooie kleur bij mezelf, maar heb ik niet zoveel omdat ik dat een beetje eng vind om aan te schaffen, zeg maar. Wat zie je er mooi uit. Ja, hè? Ja. Jeetje. Ja, ik vind het ook echt heel gaaf. Geweldig. Ja, ja, ik heb bij jou ook gekozen voor warme kleuren. Nou ja, ik zie dat, dat iedereen dat, die meegedaan is aan de metamorfose dat heeft gedaan. Je hebt een vrij smalle taille. Dat benadrukt het jasje heel erg mooi, vind ik. En ja, ik vind het ook weet je wel, leuker. Ik vond het leuker om een pak bij je te doen. Het wordt gewoon even wat stoerder. Een jurkje is ook leuk, maar zo met je vrouwelijke krullen en gezicht is eigenlijk wat stoerder. Dus qua kleding vind ik wel heel leuk. Ook heel leuk met dat herenschoentje erbij. Ja. Ik hoop dat jij ook tevreden bent. Ja, ik ben hartstikke tevreden. Ik vind het geweldig. En je kwam vanmorgen binnen en je gaf eigenlijk aan, ik wil niet te geverfd worden. Dus wij hebben daar mooi persoonlijk op ingespeeld en advies gegeven. Daardoor hebben wij gekozen voor een toner. En een toner dat geeft veel, veel glans op je haar. En we kunnen, die vervaagt gewoon langzamerhand. Dus dat blijft gewoon heel mooi subtiel. Ja, dat blijft er niet in en je krijgt ook geen uitgroei. Nee, hij gaat echt heel mooi zacht vervagen. En qua lengte gaf je aan dat je niet te kort wou omdat je het nog lekker wat vast wou steken. Ja, want ik werk in de horeca en als ik dan mijn haar zo, want anders dan vind ik dat heel vervelend als je altijd met je handen aan je haar zit. Ja, en deze lengte staat je ook echt heel mooi. Mooi de lagen erin, mooie natuurlijke textuur. Dus
Nou, je wens er veel plezier mee. De krul komt tot zijn recht. Ja, supermooi. Ik heb hem heel natuurlijk gehouden. Ook met de kleren en je haar vind ik het mooi om de natuurlijke look te houden. Je wenkbrauwen iets getekend, ietsjes aangezet. En vooral de binnenkant van de ogen ietsjes meer aangezet. Waardoor je echt die mooie, frisse blik in je ogen krijgt. En dat gaan we richting de maand december, kerst, gaan we ook veel meer weer glitter zien in de make-up. Hier en, zien, hè? Ja, ook en in de kleding. Ja. Ja, Anneke, heb je zomaar een bril op? Ja, geweldig. Draag je wel eens een bril? Nee, ik heb een leesbrilletje. Ja. Vooral inderdaad als het wat donkerig is. Maar voor de rest gaat het nog goed. Maar ik vind hem prachtig. Ja, is leuk, hè? Ja. We hebben gekozen voor een beetje onopvallende bril. Maar als je een onopvallende bril kiest, dan moet je er wel voor waken dat hij niet te saai wordt. Want het kan ook een saaie bril worden. Maar deze heeft gewoon lekker pittig montuur en leuk met die karteltjes. Dat maakt gewoon lekker stoer en vrouwelijk. Ja. Ik vind het helemaal bij je passen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zo Hip en Lokaal Modecafé in Warmehuizen, Boutique Optiek Mooie Ogen in Schagen en Kapsalon Zoes in Tuitjehorn en Schagen.